スク。Dus ik heb een moeilijke jeugd gehad eigenlijk. En ja, ik ben als het ware, ik heb een biker leren kennen vroeger. En die leerde mij zo'n beetje van, als ik alleen al gewoon dat moet werken, die heeft ook mij meegeholpen dat ik mijn eerste motto had. En hij heeft ook gezegd van, blijkbaar zijn heel handig met tekenen. Hè. Waarom beginnen die motto's te airbrushen? Maak kennis met Free Willy. Willy is een airbrusher die zich heeft gespecialiseerd in het beschilderen van motoren en auto's. Het is zijn passie, zijn levensstijl, zijn wereld. Dat is echt een verslaving. Dus ik ga fulltime gaan werken ook in de bouw. En ik kom thuis, ik was mee en ja. Dat is een opwelling. En achteraan heb ik een wekker staan. Hè. Want als ik die niet zet op 10 uur of 11 uur of zo, omdat ik moest morgens om... Ja, om 6 uur opstaan. En als je dan zoiets begint, dan heb je geen besef van tijd meer. En zonder u weten zit je om 2-3 uur s'nachts nog te zien. Dat je echt opgaat in je werk. Dus, dat is het fantastische eraan. Hè. Dat is eigenlijk een wegvluchten van het echte leven. Via mijn site eigenlijk. Er staat daar een klein cameraatje op. Als ze daarop klikken, is dan een link. En dan kunnen ze mij echt live volgen. Omdat bijna mijn werk is volledig freehand, dus ik begin te tekenen. En ja, ik geniet zo van mijn passie dat ik dat wil delen met andere mensen. Hij werkt voornamelijk voor leden van motorclubs. Zelf is hij daar geen lid van, maar een club uit Geel ligt hem wel heel nauw aan het hart. Onlangs, dus ik ben vrij close met een motorclub in Geel. En de Eagles MC Nomads. En onlangs hebben die een brother verloren. En dat is zowel voor mij ook een brother. En dan in een opwelling heb ik zijn portret gemaakt. En ook de naam van de club, de Eagles, heb ik allemaal Eagles gespoten met zijn portret ertussen. En in een rotsachtig gebergte. En ja, dat is mijn manier van mijn emoties te uiten eigenlijk. Nu is Willy bezig met een kever die in het thema van de film Van Helsing wordt geschilderd. Zijn wapen is een airbrush, een verfpistool die werkt op luchtdruk. Ik bekijk altijd eerst welke foto's dat ik kan gebruiken. En die foto's heb ik dan op mijn laptop bij mij. En dan die zet ik dan op het voertuig. Hoe dat mij uitkomt, wat ik best vind. Ik in dit geval ook dat moet iets groots zijn en dat uitloopt naar voren. Zie. Het is gewoon, ja, like dat voelt. Als ze mij dan moesten afnemen, ja. Daarom dat ik altijd zeg, ik werk in een bouw en ik ben bijzonder voorzichtig. Omdat je werkt soms met zaagmachines en al. En ik heb in het verleden veel problemen gehad met mijn benen. Maar ik heb nog altijd mijn handen. En ik denk als een dag er is dat ik een deel van mijn vingers kwijt ben of zo, dan dat zou wel hard zijn. Je kan Free Willy volgen op deze website.